En we hebben nu de pizza op het menu staan. Wat is het precies? Een pizza met... Het is een pizza met tomatensaus. Daarna met tonijn. Ja. We maken hem gewoon even op. Ja, wat mais eroverheen. Lekker, altijd goed. Dat leek me wel wat. Ja. En daarna voor het frisse erbij, bij de vis vond ik ananas lekker. Nou, ik zou zeggen... En ik ben heel benieuwd wat een pizzabakker van de combinatie vindt. Die zal waarschijnlijk... Je mag met de handen wat uitzetten, hoor. Oké. Of zal ik je even wat helpen? Ja, het is goed zo toch. En, ik denk dat we zover wel... Als ik het zo zie, dan denk ik dat ik het wel lekker ga vinden. Maar ik hoop dat jij ook wat ervan gaat nemen. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan gaat vinden. Ik ben iemand die vrij weinig twee keer hetzelfde eet. Okay. Dus altijd opensta voor nieuwe smaken, weet je wel. Dus het lijkt me gewoon heel erg leuk. We gaan even kijken hoe dat goed gaat. We gaan hem er... in de pizza oven zetten. Want 400 graden zei je? Dat... Ja, hij zit zo tussen de 400 en 450. Daar bakken ze de mooiste pizza's mee. Dus we gaan... alsof ik het vaker heb gedaan. Beter? Ja, het gaat steeds beter. Hè? Even op de timer zetten. Nou, hij is een mooie temperatuur. Dus we houden hem even wat in de gaten. Als je de zijkantjes mooi ziet opbollen, dan gaat het helemaal goed. En halverwege dan draaien we hem nog een keer om. En dan gaan we heerlijk jouw pizza proeven. Nou, Marcel. Jouw creatie. Daar is hij. Ik zou zeggen, snij het lekker aan. En we gaan eens even lekker proeven. Mijn vrouw zal nu denken, wat doe je allemaal? Want? Nou, die snijdt het bij ons thuis aan. Oh, zo. Voor haarzelf en de kinderen. Ja. Nou, hoe vind je de pizza eruit zien? Nou, weet ik niet. Een beetje slap nog, maar... Ja, het is veel... Ja. Veel toppings erop natuurlijk. Ja. Maar goed. Ja. Dat. Zulke slice is dat? Ja, dat het is helemaal goed, joh. Het is helemaal goed. Ik wil wel even waarschuwen dat je wel even moet opletten met de ananas. Die kan natuurlijk nog wel heet zijn. Dat je de mond niet verbrandt. Dan heb je een bordje en ik zou zeggen, laten we eens even proeven. Kijk eens. Dus. Heel smakelijk. Ja, smakelijk. Ja. De combinatie, hè? Lekker, hè? Hoe vind je hem? Ja, prima. Yeah. Wow.